Eerst hebben we hier Linda van Kasteren met een nieuwe vacature. Word jij misschien wel de nieuwe supervisor waar zij naar op zoek is? Linda, goedemiddag. Goedemiddag. Want dat is wat je zoekt, een supervisor bij een logistiek internationaal bedrijf. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Wat voor bedrijf is dat? Ja, mag je natuurlijk niet helemaal zeggen. Het is een bedrijf in de automotive branche. Ja. Met onderdelen voor, nou ja, automotive onderdelen komen overal en nergens vandaan. Alles wat gaat met name de Japanse kant. Dus denk aan Suzuki, Yamaha. Toyota, dat soort dingen. Ja. 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 Maar, okay. Maar wat is een supervisor? Een supervisor is, andere woord is leidinggevende, teamleider, meewerkend voorman. Iemand die de supervisie overal heeft. Iemand die de supervisie, ja. Iemand die wel lekker meewerkt, maar die ondertussen ook het team aanstuurt en begeleidt en kijkt of alles goed loopt en alles zorgt om in goede banen te leiden. Ja, een geboren natuurlijk leider. Ja. Ja. Wat zijn de functie-eisen eigenlijk die hier aangesteld worden? Nou, het mooiste is als iemand natuurlijk al wel ervaring heeft als teamleider, of in ieder geval iets in de zin van mensen aansturen. En iemand die ook uit de logistiek komt, heeft voorkeur. Dus iemand die weet hoe het rijlen en zeilen in een magazijn gaat. Mm-hmm. Orders komen binnen, orders moeten eruit, alles bepaalde timing. Dus wel iemand die daarmee gewend is om daarin te werken. Ja, is dit een lastige functie om in te vullen? Of zeg je van, nou nee, dit lukt wel? Nou, uiteindelijk gaan we voor alles lukt, maar niks is makkelijk op dit moment. En functies in de logistiek zijn vreselijk veel gevraagd op dit moment. Ja, want ja, het bedrijf krijgt steeds drukker. En het hart van het bedrijf is vaak toch de logistiek, want daar moet het allemaal weer vandaan komen. Ja, en veel online shoppen natuurlijk ook. Dus er zijn ook allemaal mensen nodig in al die snelheid houden. Ja, snelheid, distributiebedrijven allemaal. Ja, en we vragen natuurlijk een stapje meer dan iemand die gewoon alleen maar puur in een magazijn heeft gewerkt. Dus ook iemand die echt wel net even wat meer dat overzicht kan houden en een team aan sturen is ook iets wat je wel. Ja, is toch even iets anders moet dan. Moet een beetje in je zitten en dan moet je wat ervaringen hebben. Ja, je krijgt ook wat verantwoordelijkheid. Ja, precies. Ja. En iemand die handig is met de brandblusser, zie ik. Brand met de brandblusser. Nou, iemand die brandjes kan blussen, inderdaad. Oh, ja. Maar met de brandblusser niet helemaal bedoelen. Maar wat bedoel je ermee, brandjes blussen? Ja, meer in de zin, orders zijn niet op tijd klaargezet. Of er is een probleem. Onderdelen ontbreken. Er zijn een aantal medewerkers plotseling ziek. Team moet doordraaien. Van alles en nog wat echt ad hoc problemen oplossen. Ja, oké. Okay. Ja. Dienstverband? Fulltime. Ja. Langere termijn. Uiteindelijk doel voor vast. Is ook een geboren natuurlijk leider, bedoel je? Ja. Nou ja, laat even een filmpje zien van Amalia op de achtergrond. Nee, dat is nu live. Dit is haar eerste keer. Dat wordt al de hele dag aangekondigd. Ja, voor de Raad van State. Om 10:30. Oké, ja, goed. En waar waren we? Dienstverband, 40 uur per week. Gewoon dagdiensten of ook avonddiensten? Dagdiensten, maandag tot en met vrijdag. 8 tot 5. Oké. Per wanneer? Gisteren, hè? Altijd, hè? Ja, ja. Nou ja, dan de vraag die Marco altijd stelt. Wat levert het op? Ja, dat salaris is heel belangrijk. Ja, secundaire arbeidsvoorwaarden, zijn die goed? Ja, zijn goed. Ja, het is een team waar je wordt meegenomen echt als belangrijk onderdeel van het team. Dus los van het salaris, laat ik daarmee beginnen trouwens, is tussen de 2400 en de 2700. Ik kan nog wat afwijken, mocht iemand toch zeggen, joh, het kan ook 3700 worden. Nou, dat is met iets. Ja, dat is net wat je daaronder verstaat. Ja. Is dat een goed salaris eigenlijk? Voor dat je zegt van nou voor zo'n functie. Teamleider? Het is niet een heel zwaarwichtige functie dit. Het is niet een functie waarbij je echt al jaren dit gedaan hoeft te hebben. En niet een heel groot team van. Nee, maar binnen de logistiek bedoel ik. Want ik bedoel, het is lastig om aan personeel te komen. Ja. En dan zul je toch als bedrijf een stapje meer moeten geven, misschien wel. Of aanbieden. Ja. Zeg je van nou, dit is wel marktconform. Zij zitten er net iets boven of net iets onder, waardoor het lastig misschien is. Net iets onder de grens. Dat is heel verschillend. Want het heeft echt wel met bedrijven en verschillende cao's te maken. Maar maar vandaar dat we ook hebben adviseerd, joh, als er iemand is die wel denken, hé, dat is een topper, maar die heeft misschien iets meer verdiend. Dan is dat zeker nog wel bespreekbaar. Oh, okay. Vooral in deze tijd valt er wel het een en ander te onderhandelen, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Nou goed, tussen de 24 en de 2700 euro, maar er valt natuurlijk nog wat te onderhandelen, wat je net al zei. De vacature staat ook op onze gemistpagina, omroepflevoland.nl/gemist. En natuurlijk bij jullie op de website flevodirect.nl. Supervisor bij een logistiek internationaal bedrijf. Linda van Kasten, dankjewel voor jouw aandeel afgelopen jaar. En volgend jaar zien we elkaar weer terug. Helemaal goed. Fijne feestdagen.